Ja, dat is ooit lang geleden deze kant op gekomen en dat groeit vrij snel. Dus dat neemt langzaamaan de baai over. Ja. En wat kunnen we doen? Nou, wat ik denk wat heel belangrijk is, is dat mensen zeegras meer gaan waarderen en meer beschermen. Dus het is een heel belangrijk ecosysteem. Het doet veel goeds voor ons, voor Bonaire, voor het eiland. Dus het is bijvoorbeeld belangrijk dat we niet over het zeegras heen wandelen. Dat we zorgen dat de waterkwaliteit voldoende is, zodat het zeegras goed kan groeien. En dat we het met z'n allen gaan beschermen. Ja. Maar met die andere type zeegras, die invasief is, wat moeten we ermee doen eigenlijk? Dat is een hele goede vraag. Ik weet niet zo heel goed wat we ermee kunnen doen. Ik bedoel, die zeegras die blijft groeien en de schildpadden eten dat wel. Maar het is dus minder kwaliteit voedsel. Maar er zijn mensen op het eiland en mensen van de Universiteit van Wageningen die veel onderzoek doen naar zeegras. En ook zeegras bijvoorbeeld proberen te kweken op het eiland. Dus met van die zeegrasmatten die ze hier plaatsen. Ik heb toch een vraag. Als jullie deze schildpadden vangen en zo, worden ze niet gestrest? Hoe gebeurt het eigenlijk? Ja, dus wat wij doen, wij gebruiken een net. En we snorkelen langs het net, terwijl de zeeschildpadden in het net zwemmen. En dan moeten we zo snel mogelijk zorgen dat die schildpad met zijn hoofd boven water is, zodat hij adem kan halen. Want net zoals mensen hebben schildpadden longen, dus ze moeten zuurstof kunnen ademen. Dan halen we ze uit het net en dan brengen we ze naar de boot. En aan het eind van een uur, als we alle schildpadden gevangen hebben, gaan we hier naar Lakai om ze te wegen, te meten en te taggen. Dus sommige schildpadden vinden dat inderdaad niet zo prettig, die bewegen heel veel. Maar wat we dan doen is we leggen een natte handdoek over de schildpad en over zijn kop heen, zodat hij tot rust komt. En die net, die kwam natuurlijk ook binnen met jullie? Absoluut, ja. Dus het net komt met ons mee. Het is heel belangrijk dat wanneer je een net in het water legt, dat je altijd mensen hebt die naar dat net kijken. Dus we hebben 10 vrijwilligers die heen en weer zwemmen, voortdurend langs het net, om te kijken of er schildpadden in zwemmen. Dit is een hoop werk. Het is zeker een hoop werk, maar ook wel heel erg leuk werk. Ja. Kai, hebben jullie indicatie dat mensen nog steeds zeeschildpadden vangen om te eten? Nou, we hopen het niet. Zeeschildpadden zijn op Bonaire al sinds de jaren 60 beschermd. En het is zo dat schildpadden, wanneer iemand een schildpad vangt, of de eieren eet, of de schildpad eet, of aanraakt, je kunt een boete krijgen van $560.000 en of 4 jaar in de gevangenis. Ze zijn beschermd. Het is een beschermde diersoort. Het is een diersoort die met uitsterven bedreigd is. Dus we hopen dat mensen inderdaad die wetgeving respecteren en niet meer de zeeschildpadden opeten. Heeft u toch een boodschap voor de mensen die hier, u zei het net, het wordt veel gebruikt voor watersport en zo, maar toch heeft u toch een boodschap voor deze mensen, voor iedereen laten we zo zeggen? Nou ja, wat wij merken in de baai wanneer we onderzoek aan het doen zijn, dat mensen geïnteresseerd zijn en vaak ook wel met surfers, dat ze naar ons toe komen om te kijken wat we aan het doen zijn. Wat ze zich misschien niet realiseren is dat we mensen in het water hebben. Dus eigenlijk willen we iedereen vragen om een klein beetje afstand te houden, niet te dicht te komen, niet te dichtbij te komen bij de boot en bij het net, want we hebben snorkelers in het water en een aanvaring zou gevaarlijk kunnen zijn. Dus mochten mensen vragen hebben, dan kunnen ze ons altijd mailen of bellen of hier komen kijken. Want we zijn hier de hele week. Maar hou alsjeblieft op het water een beetje afstand.